Vandaag krijg ik de vraag van Annelies uit Aarschot welke bodembedekker ze nu kan planten om deze zomer al maximaal resultaat te halen. Bodembedekkers zijn de meest efficiënte en ook de goedkoopste manier om het onkruid in je tuin tegen te gaan. Ze zijn goedkoper dan schors. Je plant ze maar één keer en daarna doen ze zelf het werk voor jou. Ze breiden zich uit in de tuin. Welke bodembedekker je kiest hangt een beetje af van de plaats in je tuin. Is er veel zon? Is er veel schaduw? Of is het iets tussen de twee? Dus daar moet je wel op letten voor je aan je keuze begint. En natuurlijk moet je geen woekeraar nemen, want dat is ook een bodembedekker. Maar die bedekt de bodem zo enthousiast dat hij de hele tuin inpalmt. Neem een bodembedekker met een mooi bloempje, met een mooi blad. Of één die bijvoorbeeld heel erg goed is voor de bijen. Of een inheemse plant waar de natuur ook iets aan heeft. Mijn favoriete bodembedekker is smeerwortel. Dat is een inheemse plant. Bijen en hommels zijn er verzot op. Bloeit ook heel mooi al vroeg in het voorjaar, als er eigenlijk nog maar heel weinig dingen bloeien. En dat bedekt de bodem hermetisch. Dus dat is echt een heel goede methode tegen het onkruid. Hij kan in de zon staan of in de lichte schaduw. Dus dat is eigenlijk al een heel makkelijk bruikbare plant in de tuin. Dit is een strook waar brandnetels stonden. En nu, na een paar jaar, kan er al bijna geen enkele brandnetel hier meer groeien. Gewoon omdat die smeerwortel zo sterk is. En zou hij toch te ver komen, dan maai ik hem gewoon af met de grasmaaier. Dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk om zo'n bodembedekker ook in toom te houden. Als je graag een plant hebt met een mooi blad en een bloempje in de zomer, dan is deze geranium gewoon de beste keuze. Het blad ruikt ook, het is een beetje aromatisch. Het verkleurt heel mooi in de herfst. En je hebt er soorten met roze bloempjes en met witte bloempjes. Je kunt hem in de volle zon kwijt, in de volle schaduw of iets daartussen. Dat is ook een hele gemakkelijke plant. De bodembedekker die het hardst groeit, dat is Trachistimon. Dat is een plant die nog heel weinig bekend is. Althans, een echte heel sterke, gemakkelijke plant die heel snel groeit. Dus als je die nu in de lente plant, dan heb je al deze zomer een mooi bedekt stuk. De bladen worden nog groter, want deze zijn jonge planten. Die heb ik nog maar pas geplant. En fascinerende blauwe bloempjes. En de hommels en de bijen die komen er heel graag naartoe. Het enige waar je moet opletten met Trachistimon is dat je hem niet in de zon zet. Een bodembedekker die heel vaak over het hoofd wordt gezien is de schoenlappersplant. Het is een hele sterke plant en heeft een belangrijk voordeel. Hij blijft ook in de winter mooi groen. Bovendien bloeit hij vroeg in het voorjaar met roze, witte of zelfs paarse bloemen. Van alle bodembedekkers groeit hij misschien het minst snel, maar dat is dan weer net heel goed voor een kleine tuin bijvoorbeeld. Hij doet het heel goed in de volle zon of in de lichte schaduw. Dus Annelies, als je deze lente bodembedekkers plant, zul je deze zomer zeker en vast minder onkruid hebben. Vergeet niet goed op de plek te letten waar de bodembedekkers komen. Is het volle zon, volle schaduw of iets tussen de twee? En zorg er zeker ook voor dat de bodem volledig onkruidvrij is voor je ze plant. Tot volgende keer!